Hallo kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. En het is even in de auto. Sorry mensen. Ik ben razend benieuwd, want ik heb een brief binnengekregen. Het is niet dat ze gaan bouwen. Nee, ze gaan nog niet bouwen. Ze gaan wel nieuwe stoepen en al aanleggen aan mijn straat en al. En daar ben ik nu echt ontzettend benieuwd naar. Dus als ik er bijna ben, dan ga ik dat ook filmen. Hoe het al de straat er nu bij ligt. Ik ben echt benieuwd. Ik ben echt benieuwd. Echt benieuwd hoe het de straat eruit gaat zien. Wat heb ik dan vandaag nog gedaan? Ik heb redelijk veel gedaan. We hebben redelijk veel paletten verzet vandaag. Zoals, zeg het, noem het op. Ik heb dozen zitten open te maken. Ik heb bestikken. Ik heb labels zitten af te wrijven. Ik heb houten dozen maken. Ik heb, noem maar op. Ik heb redelijk veel gedaan vandaag. Ik ben echt stiek kapot. En één probleem. Ik weet niet wat ik vandaag in mij had. Echt in mij had. Ik werkte echt ontzettend door. Dat trilde. Allee mensen, ik ga jullie ook het laten zien hoe de straat erbij bij ligt. Want ik ga u één ding zeggen. Ik ben er bijna. Ik ben er bijna, maar nog niet helemaal. Hoe ging dat weer op dat liedje? We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Tot ziens, kijkers. Hier komen we al aan op de Langveldstraat. En hier stond het dus ook in de papieren dat ze hier ook gingen werken. Maar zo je ziet, het is hier nog allemaal nog rustig. Ik ben dus echt benieuwd als het alleen onze straat is. Ik ben nu 70 aan het rijden waar ik ook maar 70 mag rijden. Goh, ik ben echt benieuwd. Want ze gingen het echt het heel mooi maken. Ze gaan daar ook bomen planten en noem maar op de straat. Dus ik ben dus echt, maar ook echt, maar ook echt, maar ook echt, maar ook echt benieuwd. Blijven staan, gij. Ja. Onze straat is wel, ook wel heel druk bezocht. Tot nu toe is het hier ook nog altijd clean. En waar ik mijn auto altijd zet, is daar ook nog altijd clean. Of zijn ze daar al aan het werken? Nee. Nee. Ze zijn er nog niet mee bezig. Maar de bulldozer staat er wel. Jullie zien het. Kijk maar eens, ginder staat de bulldozer. Ja, en ik dacht hier gaan ze al aan gewerkt hebben, maar blijkbaar dus nog. Ze hebben blijkbaar gewoon al het materiaal al geleverd, dus de bulldozers, noem maar op. Ik weet niet als ze al vanachter ook al zijn begonnen. Nee, achter het appartement zijn ze ook nog niet begonnen. Dus ik kan me hier nog altijd heel rustig parkeren. Maar dat zal ook niet meer lang duren. Dus dan moet ik wel echt terug om mijn parking gaan parkeren. En mijn parking is ginder. Wacht hè. Ginder. Dus. Allee, dat zijn we allemaal. Dus ginder achter. Dus ik ben aan het inzoomen. Dus ginder. Daar zijn ze dus wel al begonnen met werken.
Ja. Dus het gaat hier echt niet meer lang duren dat heel deze stuk hier ook helemaal anders er gaat zijn. Misschien gaat het nog leuker worden ook voor vlogs en al op te nemen. We zullen zien, hè. Weer in de zomervakantie kom ik wel sowieso hier naar buiten toe. Want daar wil ik ook wel vlogs van maken. Maar daar zijn ze laat bezig. Lekker warm terug op mijn appartementje aangekomen. En jawel, alles hangt er nog altijd, hè. Toppie, dat van Boef. Echt waar, hè. Het zat toch wel mooi tussen de twee Cycle TV logo's. Maar nog altijd zo wat in de wintersfeer met de kerstmusje erop en al, dat vind ik nog altijd zo geweldig. Maar ik heb, daar zijn ook al ideeën van mij gekomen. Volgende winter ga ik ook een wintercollectie uitbrengen op www.cycletv.be op de webshop. En daar gaat dan ook winterkleren aanwezig zijn. Met het ook wel in het wintersfeer logo kun je dan bestellen. Maar dan ook weer al in een beperkte aantal oplages. Ja, dus je moet er redelijk snel bij zijn. Dus ik denk dat ik er weer al 500 er maar van ga laten maken. Dan weten jullie dat al op voorhand voor jawel, de volgende winter wat er aan zit te komen. En daar gaan ook nog sowieso nog iets meer zomercollecties ook teweeg brengen en al. Maar de prijzen moeten nog wel een klein beetje omlaag gedrukt worden. Maar dat komt wel allemaal. Als ik ook meer views krijg, meer kijkers en al en abonnees. Dus sowieso abonneren. Ja, ik moest mijn vingertje filmen. Maar ja. Dus, ik ga s'avonds ook nog door naar mijn schatje Bea toe. Wanneer gaan we nog eens gamen? Dat is ook weer al de vraag gesteld. Wanneer gaan we nog eens gamen? Misschien in het weekend, ergens in de late avond. Bij deze. Dus ik ga jullie allemaal even nu nog laten. Ik ga nu ook naar de kleine kamer toe. Daarna ik op... Weer al zit zo wat rond te wandelen, dat ik echt... Oh, dat was tegen mijn PC-kast. Auw, tegen mijn serverkast aan. Auw, van Trekmania. Ja. Dus dit ga ik nu ook bij de afwas zetten. Voilà, dat het dan ook al integraal kan afgewassen worden. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug en het is hier redelijk donker. Ja, het wordt nu al terug donker. Het is al redelijk laat geworden. Ik heb nog wat op mijn website gewerkt. En jullie horen ook wat muziek. En ik ben die muziek aan het zoeken voor dat op stop te zetten. Ik was naar Tomorrowland Radio aan het luisteren. Ik heb ook wat paar nieuwspostjes gelanceerd ook op mijn website. Zogelijk gezocht, dus vrijwilligers gezocht. Hallo allemaal, CycleTV begint op volle toeren te draaien. Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe vrijwilligers. Wat zoeken wij? Zoek ik juist iemand die goed is met Streamlabs en Regio Alkenwond. En iemand die goed is met consoles aan te sluiten op de computer en het onderhoud. En dan heb je daar een formulierje. En die kun je rustig en op je gemakje invullen. En dan veel succes. Dan heb ik ook nog een nieuwspostje gemaakt over Day of the Feed Source. Vandaag is er nog eens een livestream geweest van Day of the Feed Source. Je kan altijd de livestreams herbekijken. Wij als CycleTV team gaan elke livestream of een andere video ook hier postjes op maken. Dat jullie zeker op de hoogte blijven. Ik zal zeggen, veel kijkplezier naar de aflevering Day of the Feed Source. Deze is te koop op Steam voor €8,19. Informatie bla bla. En dan heb je de video. En dan heb ik nog een laatste nieuwspostje. Game gespeeld op de PlayStation 1 vlog 1039. Ik ga ook hier nu elke dag een post maken op mijn website met elke vlog die is uitgekomen. Vandaag was dat ik ook op de PlayStation 1 heb gespeeld, namelijk het spel Crash Bandicoot 1. Deze heb ik in timeslap gegooid of anders duurde
de vlog veel te lang. Ik zal zeggen, veel kijkplezier en daaronder staat dan het filmpje. Het is alles dus terug te vinden op www.psychotv.be. Ik ga, wat heb ik ook nog vandaag nog gedaan? Dus ga ik gelivestreamd het eerste feedsource. Dan heb ik, ben ik ook nog even samen geweest met mijn schatje. Hebben we naar familie gekeken. Ja. En dan heb ik deze hoeksken hier achter mij ook opgeruimd. Zie dus, hier is het leeg nu. Er staat geen tafelken of iets meer. Toppie, want de consoles die zijn naar ginder verhuisd. Dus in dat hoekje. Toch wel schoon naar mijn pc-kast. ja. Dus als er, ja, dus kijk ook gerust mijn nieuwspostjes na mijn website. Ik ga ook wel regelmatig nu eens een livestream kunnen doen, omhoog, dat dat nu ook weer al lukt, hè, mensen. Dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Maar ik kan nog niet afsluiten. Ik kan nog eerst met jullie de gsm-kabel halen. Maar, overal wat licht maken. Ja, die stikt hier nog in. Ja. Hoppa, kijk eens, ik heb hem. Weet je wat ik dan nog ga doen, mensen? Nee? Oh, de vlog in elkaar steken. En dan kan ik gaan slapen. Dus, ja. Weet je, eerst de kabel gaat er al in. Ik ga het nog een keer doen. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet zeker en vast niet te abonneren op mijn ja, kanaal en op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe video online komt of een livestream er is. Tot later. Excuseer, ik ben mijn gsm nog aan proberen in te steken en dan kan ik mijn vlog beëindigen. Salut!